gastvrijer dan het, aanvankelijk leek? Ja, dat denk ik. Ik denk dat het beeld wat geschapen wordt, dat het beeld breder is. Zoals voor heel veel dingen natuurlijk. En daarbij heb ik ook in mijn overdenking gesproken over het Twentse begrip nabuurschap. En dat heeft betrekking op hoe je als buren met elkaar omgaat. Dat zie je in Twente, in Noord-Nederland kent dat ook. Je buren kies je niet uit. Je moet maar afwachten wie er naast je komt wonen. En in Twente is dat heel sterk, dat je het nabuurschap, je burencontact overstijgt. Afkomst, religie, leeftijd. Je bent er voor elkaar op goede momenten en ook in moeilijke tijden. Maar Peter, dan kwam eigenlijk de staatssecretaris in een mooi gespreid bedje dankzij die preek. Want iedereen Ik kreeg niet de indruk dat hij echt in een gespreid bedje kwam. Ik hoorde op de radio nog even dat hij niet zo heel hartelijk werd ontvangen. Mm. Ze zijn heel druk aan het werken in Den Haag om een nieuw asielbeleid in elkaar te timmeren. En VVD en CDA zijn van plan om dat echt veel strenger te maken. Minder mensen in de instroom te beperken, maar ook de uitstroom te gaan stimuleren. Dus ik dacht, een predikant moet nog even op bezoek bij het CDA om daar dit woord van de barmhartige Samaritaan nog even over te brengen. Want, ik hoop dat dit geluid... Ik weet niet of Wopke Hoekstra dat gaat begrijpen, maar er valt wel wat te halen daar.